Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag gezellig met Christina. Yay! Wij zitten helemaal te smachten naar dit eten. Ik wel, ja, letterlijk. We hebben net namelijk voor Christina haar kanaal gefilmd hoe we dit hebben gemaakt. We hebben even live updates gegeven, dus dat gaan we in deze video even niet doen. Wil je live update? Moet je even daarheen, anders zit echt twee keer hetzelfde verhaal te vertellen. Niet leuk. Niet leuk, niet boeiend. Maar we hebben dus mijn welbekende cheesy noodles. Ja, echt want welbekende. Jij zei... Maak dit. Ik moet dit. Ik droom dit. Ja. Maak dit. Ik wil dit gewoon proberen. En je hebt nu gezien hoe het moet, dus nu kan je het ook zelf. Easy peasy lemon squeezy. Echt waar. Ik moest het gewoon, zeg maar, jou de professionele noodlemaker, moest ik het echt zien doen in actie. Ja. En nu denk ik van, oh ja, iedereen kan het maken. Maar dat, echt iedereen kan dit maken. Iedereen. En het ziet er helemaal fancy en leuk uit. Ja, maar weet je, we gaan gewoon even eten ondertussen. Oh, we hebben net even één hapje voor de taste test gedaan. Maar ja, en het was heerlijk. We hebben dus lekker enoki mushrooms erin. Kimchi noodles, rice cakes. Ja, het is nog steeds wel zo godgloeiende. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar die rice cake. Want ik heb het volgens mij nog nooit gegeten. Ik ga die ook even proeven. Soms kan die een beetje weinig smaak hebben. Oh, Het is moeilijk pakken alleen. Oeh, echt een grappig ding. Weet je waar me dit aan doet denken? Ik weet niet of je een tijd geleden... was er zeg maar een vrouw die viraal ging op TikTok... met haar een bord random eten... wat ze allemaal in mosterd deed. Nee? Heb je dat helemaal gemist? Ja. Er was een vrouw en ze had een bord met eten. Maar echt de meest random dingen. Een bord, rauwe broccoli. Hè? Aardbeien. Oh, ik heb dit echt helemaal gemist. En ze deed gemist. Ook dus een soort... Was het een bamboestick? Maar dat lijkt echt een beetje zo'n bamboestick. Ja, dat kan wel. En zij deed dus alles in mosterd met hut en kezen. Oh, wacht. Ik ga toch wel weer anders zitten. Ja, ik wil echt ook weer. Oh, het is zo chewy. Ja, een beetje chewy. Een beetje zo'n mochi buitenkant. Omdat je dat helemaal... Zij ging zo zwaar finaal. Elke video die haalde echt miljoenen views. Dat meen je. Dat vond ik zo lekker om te kijken. Ja, wat goed. Ja, we hebben ook lekker boontjes dus. Mm-hmm. En wat was dat? Ja, we hebben kimbap. Dat is Koreaanse, dat is een Koreaanse snack. Het is een beetje een soort sushi rol, maar je mag het eigenlijk geen sushi noemen. Nee, maar er zit heel veel groente in, ei. Ja, nou, kunnen we wel even eentje proeven. Dit is met veggies. Volgens mij is dat een beetje de normale of de officiële. Maar, En waarom mag dit... Oh, hij is helemaal uit elkaar. Ja. Waarom mag je dit geen sushi noemen? Ja, omdat het gewoon geen sushi is. Ik was wacht. Hij is helemaal uit elkaar gewoon. Nee. Ik weet niet dat ik mijn stokjes kan eten, maar dit ging echt even fout. Ja, maar bij mij gebeurt het net ook wel bijna, hoor. Ja, je moet eigenlijk wel alles in één hap hebben. Ja. Maar. Is ook eigenlijk ook weer verwesterd met al die kaas en zo. Ja, en ook wel een beetje van die Korean concept store vibes. Ja. Je hebt nu ook een nieuwe Korean store in Groningen. En dus eerst een winkel. En daarna kom je in een soort restaurant gedeelte. En je mag je eigen gekochte noodles gaan klaarmaken daar. Wat leuk. Super. Ja, dat vind ik zo. Ik wil dat altijd nog een keer doen. Het is echt helemaal iets voor mij. En ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, het is echt top. Mij zit heel Amsterdam ermee vol. Waarschijnlijk wel. Ja. Waarschijnlijk wel. Ja, want het zit zelfs in Groningen. Ja. Ja, ik heb het ook wel vaker voorbij zien komen hoor, maar... Lekker. Ja? Ik moet zeggen, ik heb net in de keuken ook echt dingen van jou geleerd hoor. Ja? Wat dan? Nou ja, gewoon überhaupt, zeg maar dat stap voor stap. Ja. Maar ook dat stomen van die gyoza. Oh ja. Dacht, oh ja. Ja. Dat is zo slim. Ja. Ja. Ja, grappig hè? Die kimchi is ook heel lekker. Ik vind het wel lekker in combinatie met noedels. Ja, het heeft zo'n goede smaak. Oké, ik ga ook een gyozaatje proeven. Heel erg lekker, maar ik hou sowieso echt veel van pikkeld dingen. Ja, daarom dacht ik al dat jij het lekker zou vinden. Ja, ik hou er echt van. Want jij houdt ook van gember en zo. Ja, maar ook, ik weet niet of je de TikTok van mij hebt gezien, maar je hebt dus in Rusland denk ik bijvoorbeeld vandaan. Ja. Pikkeld tomaten. Dus dat zijn net augurken, maar dan tomaat in vergelijkbare soort zuur wordt dat dan gepikkeld. En dat grappig. Is zo... Ja, wat grappig. Ja. Oh mijn god, dit is echt heel erg lekker. Nou, ik ben heel blij dat je het lekker vindt. De meeste updates hebben we natuurlijk in de vorige video gedaan. Maar we kunnen nog een beetje erover hebben als je wil. Wat meer... Dieper erop in. Ik ben wel heel benieuwd over... Ja, toch wel bij jou... Redefined elegance. Ja. En het wordt binnenkort... Maar ik ben wel benieuwd van... Ja. Hoe heb je dat gedaan? Heb je dat bijvoorbeeld ook gevlogd? Hoe je dat dan vanaf het begin aan het opzetten Nee, bent? Eigenlijk niet. Want ik vind het wel heel erg leuk van die ondernemende verhalen met... Oké, maar hoe gaat het dan achter de schermen? Mm-hmm. Ik heb ook ooit een kledingwebshop gehad.
gehad. Echt? Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, maar het is ook, zeg maar, net voordat COVID uitbrak, had ik hem ook stopgezet. Al zeg, sinds ik heel jong ben, is dat ik later mijn eigen bedrijf wilde. Ja. Ik zei altijd, ik wil later mijn eigen bedrijf. Ik heb nooit een 9 tot 5 baan voor mijn ogen gehad. Mm-hmm. Gewoon echt vanaf ik al heel klein was. Ja. Nou, nu is dit natuurlijk op mijn pad gekomen. Dat ik nu content maak en influencer, fulltime, mm-hmm. leuk. Maar ik weet dat er soort meer in mij zit dan dat. Ja, ik had gewoon heel erg de behoefte aan, ik wil weten hoe het is om te ondernemen. Want natuurlijk is content creator zijn ook ondernemer. Maar het is heel anders. Dat is een diensten. Ja, het is meer gewoon creatief zijn. Wat mm-hmm. ik ook ben en ook heel leuk vind. Maar het is niet echt ondernemen qua sales en cijfertjes. En ik weet je wel. Ja, dus het is een hele andere soort of hele andere kant van ondernemen. En mm-hmm. ik ja, wilde gewoon heel graag kijken of ik dat ook leuk vond. En ja, dus wil ik heel graag een webshop beginnen. Eigenlijk hoe het eigenlijk is ontstaan is dat ik, zeg maar, Redefined Elegance staat eigenlijk voor heropnieuw uitgevonden elegantie. Dus mm-hmm. Mijn visie is gewoon heel erg bij om het alledaagse toegankelijk te maken. Om er elegant en mooi uit te zien met een paar statement pieces. Ja, maar precies. Wat het eerst eigenlijk heel snel in me opkwam was dus dit Apple Watch bandje. Mm-hmm. Want ik had die van een ander merk. Mm-hmm. En ik kreeg daar mega veel vragen van. Ja, dat is wat ik snap. Want ja. Het is bijna nergens echt soort bekend van waar je dat kan halen. Mm-hmm. Apple heeft ook niet, zeg maar, echt dit soort bandjes. Mm-hmm. En toen dacht ik van, ik krijg zoveel vragen over. Misschien is er wel gewoon een markt in. Weet je ja, wel? Absoluut. Maar zelfs ik heb bijvoorbeeld niet eens een Apple Watch, maar ik heb dus echt gegoogeld naar dit soort bandjes. Zo van, ja. Stel je voor, want voor mij was het echt, ik koop alleen een Apple Watch als ik zo'n bandje kan ja, vinden. Ja, precies. Als je ooit een Apple Watch hebt, moet je me laten weten, want dan kan ik je een leuk bandje opsturen. Ik denk dat ik dat niet ga doen trouwens. Nee. Mm. Ik wil zo'n ring. Oh ja, ja. Niet een Aura ring, maar de Ultra Human ring mm-hmm. wil ik. Ja. Ik wil dat zo graag. Ja, ik vind het echt mega. Mm-hmm. In ieder geval gewoon zo'n Apple Watch. Want ook natuurlijk heel erg met het sporten. Mm-hmm. Met je slaap. Ja, ik vind het zo interessant en zo chill. I waar ik het voornamelijk heel graag voor wil is mijn menstruatie bijhouden. Oh. Want het houdt je temperatuur bij. Ja. En natuurlijk als je aan het ovuleren bent, stijgt je lichaamstemperatuur. Mm-hmm. Dus dan kan ik het een beetje in de gaten houden. Want we doen het op een natuurlijke manier. Weer mijn spiraal eruit gehaald. Oh. Ja. Ja, want daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ja? Over kinderen, ja. Oh. Volgens mij hebben we het toen over kinderen gehad. Van dat je zei dat je dat toen nog niet echt aan zat te denken, volgens mij. Maar ja, toen was je ook single. Ja. Ja, en nu ben ik verloofd. Ja. Echt even shocker. Ja. Ik zei letterlijk in mijn video van, oké, jongens, er komt hier nog een storytime over. En als je nog niet zit, ga zitten. Ja. Maar ik ben verloofd. Ja, ik heb dat gezien. Ik heb dat gezien en ik dacht echt, nou, geweldig, fucking leuk. Ja, ik had dat natuurlijk echt al op Insta en TikTok wel. Oh, maar op YouTube wil ik nog even een hele storytime doen met hoe en wat. En, nou ja, was je in een mukbang? Ja, was het Chick-up time? Ja, die hebben gekeken. Oh, wat leuk. Oh ja, daar zat ik ook nog over na te denken. Dat wil ik ook een keer met jou eten. Want ik heb dat één keer echt heel lang geleden gegeten. Ik kan soort niet meer herinneren wat ik ervan vond. Elke keer krijg ik zoveel cravings door jouw mukbangs. Ja, het is... Oh. We gaan het volgende keer doen. Ja, is goed. Eigenlijk wil ik dus ook heel erg graag mijn eigen chick-up te gaan maken. Oh! Dat zou misschien ook nog wel leuk zijn. Ja. Maar goed, in ieder geval, dat heb ik ook echt gisteren weer besteld, hè. Die man, die kwam aan de deur, hij herkende mij. Hij zei, oh ja, vorig jaar kon ik het echt niet goed vinden, hoor. Maar nu heb je het. Want vorig jaar moest ik er echt zo lang op wachten. Want hij stond en in de file en weet ik waar. Oh, maar kun je het gewoon bestellen? En ik bestelde dus altijd in Amsterdam, want... Kan ik het ook hier bestellen? Ik kan dat niet in Groningen. Ja, natuurlijk kan je dat hier. Oh my god, dat ga ik een keer doen. Mm-hmm. Ja, want ik moet het. Ik moet het nou. Het is heel lekker fris en zo, toch? Fris. Als je inderdaad... Het is ook spicy. Nou, ik heb eigenlijk altijd de milde chikufta. Mm-hmm. Maar ik had dus gisteren dus en spicy besteld en mild. En die spicy is wel echt dat je denkt... Ja, dat ga ik ook echt een keer... Ja, het is echt wel heel lekker. Ja. Natuurlijk een hele andere smaakbeleving dan dit, hoor. Ja. Volgens mij is ik nu over de nadenken. Heb ik daar zelfs wel een keer mukbang van gemaakt. Nou ja. Maar het is echt 5-6 jaar geleden, denk ik. Ik kan het even checken. Maar kijk jij nog veel... YouTube? Mm-hmm. Eigenlijk nu. Ja. Zie je? 4 jaar geleden. Maar volgens mij vond ik het toen niet echt heel bijzonder of zo. Ja, ik weet niet. Ik heb het echt inderdaad... Maar ik denk nu, mijn smaakpalet is wel een beetje veranderd. Ik denk dat ik het nu echt geweldig ga vinden. Ja, dat zal... Ja, ik weet niet. Ik vind het echt zo lekker. Ja, wat goed. Ja, dat is echt jouw signature food. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Want ik was echt helemaal van dat sushi. Mm-hmm. En ik heb die sushi cravings niet meer. Nee? Nee. Nou, ik heb ze ook niet meer zoals ik ze had. Mm-hmm. Maar... Ik kan het wel alsnog elke dag eten. Oh nee, dat kan ik echt niet. Nee? Ik zou niet eens meer elke week kunnen. Nee. Ik ben gewoon helemaal klaar mee. Maar ja, misschien omdat je het zo vaak hebt gegeten. Kijk, dit zit ook wel echt kantje bood. Ja, het zit amper aan elkaar vastgedraaid. Mm.
Ik had het heel erg inderdaad. Met oh mijn god, sushi. Ik kon letterlijk wakker worden en daaraan denken. En denken, oh ja. Ik heb er zin in. Nou, ik heb niet echt dat ik erover nadenk van ik wil dat nu. Maar als het er is, vind ik het echt geweldig. Ja, tuurlijk. En ik zeg echt geen nee tegen sushi. Maar nee. Het is niet dat ik denk van, oh, we zullen eens gaan eten. Want dan denk ik eerder naar, oeh, lekker noedel. Ja. Lekker thais of zo. Oh, vind ik ja. Zo lekker. Ja. Dan ga ik ook altijd voor noedels. Ja. Ja, in lekker. Plaats van sushi. Ja, nee, snap ik ook wel hoor. Ik heb ook wel. Ja, dat ding is echt onmogelijk om te pakken. Ja, ik heb ook wel. Ik snap wel heel erg wat je daarin bedoelt. Maar alsnog denk ik wel dat het mijn lievelingseten is. Ja, maar bijna niet meer. Ik heb 1 sushi tent hier in Amsterdam. En daar zijn echt alleen maar hele simpele rollen. Mm-hmm. Maar ze zijn zo vers. En zo lekker dat ze echt smelt op mijn tong. Mm-hmm. Ja, naar die crave ik gewoon altijd. Als ik denk, ik wil eten bestellen, wil ik dat. Mm. Dat die zo lekker is. Maar gewoon echt, juist niet zo'n hele rol met dit erop en dat. Gewoon echt die hele simpele, maar zo vers. Mm. Gewoon dat het echt gewoon smelt op je tong. Gewoon, ja. Mm. Dus die vind ik wel heel lekker. Oké. Okay. Nou. Ja, nee. Ik heb dan eerder dat ik dan heel erg zin heb in sashimi. Oh, ja. Sashimi vind ik zo lekker. Maar wat is überhaupt jouw favoriete keuken? Ja, als ik echt een keuken moet gaan kiezen, dan vind ik dat wel lastig hoor. Want ik vind dus, nou wat ik zeg, ik vind Thais lekker, maar ik vind sushi ook wel lekker. Niet dat ik zeg maar, maar pokeball vind ik dan ook heel erg lekker. Mmm, pokeball ja. Maar ook gewoon een pastaise pizza. Ik kan niet echt 1 keuken kiezen, snap je? Nee. Ik denk dat mijn keuken gewoon koolhydraten zijn. Ja. Mijn dieet is koolhydraten. Nou, het is heel goed als sporter. Ja. Nou, dat is misschien ook wel grappig om over te hebben. Want ja, maar nu ik zoveel sport, merk ik dat ik ook echt zoveel meer honger heb. Ja, tuurlijk. Dat is echt bizar. Mm-hmm. Terwijl ik juist wel een soort ben. Nou, ik ben niet heel erg afgevallen. Want op de weegschaal is zeg maar bijna hetzelfde. Maar ik ben meer getoond. Ja. Dus meer vet waarschijnlijk eraf en meer spier erbij. Maar dat is echt letterlijk soort zo gekomen. Is niet echt mijn doel geweest of zo. Maar waar ik dus nu ook heel erg op let, is heel erg veel koolhydraten eten en vet en eiwitten. Ja, eiwitten dan zo. Ja, echt eiwitten, koolhydraten. Vooral voor je workout echt koolhydraten. Want dat is gewoon net een brandstof dan. Mm-hmm. Ja, het is wel grappig hoe je dieet dan soort zo verandert. Ja. Mm-hmm. Ik moet ook echt letten op mijn eiwitten hoor. Doe je nu echt aan sport? Nou, ik ben echt al een tijdje niet geweest hoor. Maar ik deed ook HIIT en CrossFit. Ja. Maar ik vind het gewoon te heftig. Oh ja, dat wou ik jou vragen. Ja. Heb je ooit, ben je een beetje astrologisch? Ja. Heb je ooit gekeken naar wat jouw Mars teken is? Ik heb wel die app, dus je kan zien. Nou, het is dus echt heel grappig. Want ik leerde dus dat je, nee, je hebt natuurlijk je zonteken, je maanteken, je elke, je Venus, whatever. En elk planeet gaat om een bepaald aspect van je leven. Ja. En je Mars gaat echt om je lichaam. En dus dan kan je wel heel goed interpreteren wat voor sport het beste bij je past. Oh! Ja, en ik heb dus echt, want ik heb echt al een tijd lang dat ik denk, HIIT vind ik gewoon te heftig. Ja. Ik ga er echt al met stress heen. Oh ja, nee. En mijn lichaam reageert ook niet heel goed. Nee. Want ik vind mezelf dus er beter uitzien als ik even een maand niet ben geweest. Ja. Dan dat ik het dus echt heel vaak doe. Dus ik ging dat dus opzoeken. En mijn Mars teken, ik weet even niet meer wat het was, volgens mij, of kreeft of whatever. Maar die gaat over van juist low intensity nodig. Misschien een beetje yoga, pilates, wandelen. En toen, ik was ook heel erg benieuwd naar die van Denise, want Denise is echt beest. Ja, inderdaad. Maar bij haar stond letterlijk gedrevenheid, extreem competitief, extreem gedisciplineerd. En ik dacht, all in pink, check. En toen ze zeg maar volgens dat ging leven, ging ze echt bizar. Mm. Nou, ik denk dus, ik ga het zo opzoeken, dat dat ook voor mij is gemaakt. Want sinds ik dus train voor Hyrox en hardloop en een soort hybrid trainingen doe, ben ik echt het meest gelukkige persoon dat er bestaat. Mm. Het is echt bizar hoe goed ik mij in mijn vel zit en hoe goed ik me voel. Omdat ik echt een soort heb gevonden van, ja, dit ben ik. Dit vind ik leuk of zo. Ja. Dit vind ik zo leuk. Dit is gewoon wie ik ben of zo. Ja, maar dat is heel goed. Kijk, ik weet gewoon dat ik heel raar. Zo ben, want... Nee, maar dat is ook juist heel goed. Want ik had juist met krachttraining. Ik deed heel eerst alleen maar krachttraining. En ik deed het omdat het gewoon moest, weet je wel. Maar het is nou niet echt dat ik echt mijn volle plezier eruit haal of zo. Mm. Ja, dat verschil merk ik wel. En ik vind kracht leuker dan HIIT, omdat het gewoon wat langzamer is. Ja, ja, en ik vind dat te saai. Ik vind denk van, een beetje tempo, weet je. Ik wil voelen dat ik helemaal naar de kloten ga. Ja. Ja, heel veel mensen hebben dat. Ja. Wat grappig. Ja, nee, dat heb ik dus echt niet. Oh, wat grappig. Wacht, dit ben ik. Chart. Sagittarius. Nou ja, boogschutter dus. Boogschutter. Ja, dat is natuurlijk ook altijd super vurig. Ja, ik ben heel benieuwd. Your desire for freedom is your biggest motivation.
Oké. Okay. En je bent natuurlijk extreem enthousiast, extreem energie. Ja, nou dat zei ik letterlijk. Ja, reizen, spiritualiteit en education. Oh, hij zet elkaar van. Maar je moet nog even kijken naar de workouts. Dus ja. De workout, want dat soort dingen, dat zoek ik eigenlijk op. For people with Mars and Sagittarius, fresh air is a magic elixir. Dus heel veel dingen buiten doen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld paardrijden. Oh, ik heb paardrijden gezeten, ja. Ik ben er heel goed in, ja. Paardrijden, fietsen, lopen, rennen. Ja, hardlopen. En bushwalking? Wat zou dat zijn? Langs de bosjes lopen. Boswandelen. Langs de bosjes. Of hiken, iets van hiken of zo. Dat zou ook nog kunnen, maar gewoon dus buiten. Ja. Oh ja, ja, ik vind hardlopen echt. Je kan ook met hardlopen natuurlijk intervallen doen en zo. Mm-hmm. En mijn vriend die doet ook best wel veel hardlopen gewoon op de loopband in de gym. Mm-hmm. Maar dat vind ik het allerergste wat er is. Mm-hmm. Dat vind ik echt. Hij gaat dan gewoon 20 minuten beuken op zo'n apparaat. Ja. Denk ik. Of pas heeft hij 10 kilometer gerend op zo'n apparaat. Ja. Dan ben je gewoon aan een uur bezig. Maar jij wilt gewoon lekker buiten. Ik wil gewoon buiten rennen. Ah. Grappig. Oké, ja, sorry hoor dat ik dit nu zo ga eten, maar... Is niet anders. Nee. Wat grappig. Ja, ik denk oprecht dat als wij zeg maar wat meer in tune zijn met de sterren, de planeten, dat mm-hmm. we zoveel gelukkiger kunnen zijn. Mm-hmm. Wat ook zo grappig is, je hebt ook zo'n... Ik weet even niet hoe dat heet, maar dan heb je een wereldmap met allemaal verschillende lijnen van alle verschillende planeten. En dan kan je dus kijken van, waar gaat je Venus doorheen? Waar gaat je zon doorheen? En dan aan de hand daarvan kan je dus kijken van... Welke plek op de wereld waar je het meest gelukkig zou zijn en zo. En bij mij gaat die lijn dus recht door Nederland. Echt? Oh, dat heb ik gezien! Dat heb je ook op social gedeeld. Oh, wat grappig. En dat is zo grappig, want ik ben natuurlijk helemaal niet in Nederland geboren. Nee, maar wel hier gekomen. Ja, ik denk echt dat dat gewoon echt volbestemd was voor mij. Ja, dat kan. Ja, grappig joh. Want ik voel me ook zeg maar zo in mijn Nederlandse cultuur en alles. Ik vind Nederland echt heel erg leuk. Oh, wat goed. Ja, ik denk sowieso dat, en dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat we de laatste tijd heel erg ver van onszelf af zijn gaan staan. Mm-hmm. En ik merk heel erg nu ik juist heel erg aan het kijken ben naar wat vind ik leuk, waar word ik gelukkig van, wat past bij mij, mm-hmm. dat ik me zoveel gelukkiger voel. Mm-hmm. En dat is gewoon, klinkt eigenlijk heel simpel. De maatschappij is nu zo normaal dat je eigenlijk in een soort sneltrein zit en bijna gewoon even meer kan nadenken over van wat wil ik eigenlijk, want je moet de rekeningen betalen en je moet dit en je moet dus je gaat maar weer door, weet je wel. Ik denk echt dat dat komt, zeg maar, sinds de komst van de boomers. Ja. Is dat soort van allemaal... Ja, en vroeger, bijvoorbeeld mijn opa en oma hadden een eigen moestuin met een eigen eten. En alles was veel meer in het dorp zelf. Zelf meer community, zelfvoorziening. Veel meer bezig met de seizoenen en met eten wat het seizoen brengt. En gewoon allemaal dat soort dingen. Dan leef je veel meer nu. Veel meer in weet je, en dat is gewoon allemaal weg. Ik kan alles altijd in de supermarkt kopen en het, eigenlijk klopt dat natuurlijk. Gewoon helemaal niet. Eigenlijk niet, want we leven ook, zeg maar, wij leven als een lichaam ook in seizoenen en in cyclussen en alles. Mm-hmm. Dus het is heel erg onnatuurlijk wat wij proberen te doen. Ja, en ik denk oprecht, geen wetenschap of iets, maar ik denk oprecht dat daardoor er zoveel burn-out zijn, zoveel depressiviteit, zoveel, dat mensen gewoon echt van zichzelf een soort verwijderd worden. Mm-hmm. Zelf een soort heel erg gemerkt dat ik dus ook in die sneltrein zat. Mm-hmm. En daar een soort helemaal uit ben gestapt. En meer naar mezelf ben gaan kijken. En ik echt denk van, dat je echt beseft van, wow. Het is echt, het is gewoon bizar eigenlijk. Klopt, is ook zo hè. Je hebt helemaal gelijk. We hebben ook veel meer mindfulness nodig. En dan echt even in het nu van, oké, wat gebeurt er nu? Ja, en het hoeft allemaal niet zweverig en spiritueel. En, maar gewoon even. Niet, maar gewoon... Ja, absoluut. Ja, daarin heb je echt helemaal gelijk. En niet met, oh mijn god, ik heb al die deadlines. En ik moet dit halen en dat halen voordat ik 35 ben. Ja. En 3 huizen gekocht. En dat kan ook niet meer in deze economie. Maar... Nee, maar inderdaad, wat je zegt, soms gewoon even stilstaan. Kijk, haal even 3 keer adem. Ik weet niet waarom, maar ik zit een beetje in de parenting TikToks. Mm-hmm. En dat is ook echt een hele goede manier van om je kinderen te helpen met hun emotionele tantrums. Is om even terug te komen met, oké, wat ruik ik? Wat zie ik? Zie ik een vogel? En dan ben je weer een beetje aan het aarden. Ja. In het nu. En dat is mindfulness. Oh, weet je wat ik gisteren had? Nou? Had een event van Fuse. Ik weet niet of je dat kent. Fuse, het is een community. Mm-hmm. En dan gingen we dus eerst een sportlesje doen. En daarna gingen we sound healing. Het was zo'n sound healing. Met van die... En lag je met van die klankschalen. Ja. En toen lagen we dus allemaal op matjes. Ik wil dit elke week. Ik werd zo ontspannen. Ja. Ik werd gewoon helemaal een soort... En je hoort een zoom. En ik had dat dus ook in Bali gedaan. Ja. Nou, toen dacht ik echt... Toen besefte ik me... Het kwam opeens ook weer allemaal herinneringen van Bali naar boven en zo. Oh ja. En toch echt... Dit moet elke persoon gewoon elke week. Gewoon even een keer. Ja. Even een half uurtje
niks. Ja. En gewoon. Want het zijn dus inderdaad allemaal frequenties. Mm-hmm. En de ene frequentie geef je dit gevoel of dat gevoel. Mm-hmm. Nou, ik dacht echt, ik moet dit. Maar ik denk, ik was met een vriendinnetje. We zeiden, we gaan echt dit opzoeken in Amsterdam. Want je hebt sowieso in Amsterdam plekken waar je dit gewoon kan doen. Nou, wat ik dus ook zou kunnen aanraden is... Kijk, ik ben gewoon zo'n persoon. Ik word best wel snel overprikkeld. Ja. Bijvoorbeeld als mensen zeggen van... Oh, als ik lekker thuis ben, zet ik gewoon tv aan. En dan is dat gewoon mijn achtergrondgeluid. En ik denk, achtergrondgeluid, oh mijn god, nee, ja. nee. Ik word zo, dat is voor mij te veel. Oh, maar daar herken ik jou wel in, hoor. Ja. Want heel vaak zeggen vriendinnen van... Heb je dat tv-programma gezien en dat tv-programma? En ik zeg, waar de fuck halen jullie de tijd vandaan om al die tv-programma's te zien? Ja, maar dan zetten ze dat dus aan. Ze aan. En dan ga ik schoonmaken. En dan ga ik de was doen. En dan denk ik... Nee. Dat is voor mij te veel dat te gelijk. Dat trek ik niet, hoor. Dat trek ik ook niet. Ik heb dat... Heel vaak is het gewoon lekker stil. Nou, maar ik heb dat dus zelfs... Als ik ga schoonmaken en ik zet muziek op... En ik heb dat zelf niet eens door. Maar soms denk ik van... Oh, wacht, mijn muziek is uit. En dan heb ik het zelf uitgezet omdat ik overprikkeld was. Maar ik ging dus... Je hebt ook van die frequentie hertz... muziekjes. Ja. En dan ging ik dat dus opzetten tijdens mijn schoonmaaksessies. Oh mijn god. Het is continu hetzelfde. Het zijn dezelfde hertz. En het is, je kan dus of een opwekkende, of een liefdevolle, of een whatever iets opzoeken. En dan zet ik dat op en dan kon ik er echt uren achter elkaar naar luisteren. En inderdaad dus dingen in het huis doen. Wow. En toen dacht ik van, wow, ik moet het echt gaan doen. Ik ga dit opzetten. Of even opzoeken zo. Ja, ik vond het zo lekker. En ja, ik dacht, wat een geluid. Ja, dus is mijn buurman. Maar deze buurman doet het dus elke dag. Ik kan letterlijk amazing aan. Het is nu inderdaad wel weer heel erg. Ja, ik werd van de week eigenlijk een agressie aanval. Maar ik weet dus niet wie het is. Is het daar? Is het beneden? Is het daar? Ik voel recht beneden, hoor. Ik voel het gewoon trillen aan de kont. Ja. Ik mag hem ook niet. Ik zeg hem ook altijd gedag en dan zegt hij niks terug. Hi. En dat hij gewoon... Hij is ook niet Nederlands. Mm-hmm. Maar ik denk... Ja, ik denk... Ik weet niet. Hij is voor mij iets van... Denk uit een Oostblokland, denk ik. Zoiets. Wel cool, ja. En dan zeg ik... Hoi. En dan is hij gewoon... Ah, oké. Dan niet. En elke keer blijf ik het weer proberen, maar nee. Hij denkt, wat moet dat wijzen? Ja, flikker op, man. Ja, ik ben echt de neiging om gewoon de andere keer aan te gaan bidden van... Sorry, maar soms ben ik gewoon aan het werk, hè. Maar dan ga ik gewoon mijn eigen muziek opzetten. Ja, maar ja, nog harder, ja. Ja, dat is wel pittig, hoor. Ja. Ja, ik heb ook heel veel, zeg maar, met mijn buurman ernaast. Ja. Maar bij één zo'n heel dun bandje. Dus dan horen we elkaar ook wel. Maar ik moet zeggen, zelfs dat hoor ik minder dan wat jij hier nu hoort. Ja. Wow. Ja, het is echt heel... Maar het is... Nou, ik zeg nu wel elke dag. Toevallig deze week was het elke dag. Mm-hmm. Ben ik ook niet elke dag thuis. Nee, dat is waar. En in de avond dus, doet hij het niet. Zeg maar, hij doet het max. Nou, soms wel in de avond tot 9 of zo. Maar het is niet dat het tot 12, 11, 1... Nee, zo. Ik heb er gelukkig met slapen geen last van. Maar het is hier in de woonkamer het ergste. Ik denk dat het gewoon recht hieronder is. Waarschijnlijk. Nee, maar heerlijk. Mm, zeker. Echt geweldig. Je bent helemaal ready voor de motherhood. Nee, trouwens. Nee. Is dat zo? Zijn dat? Nou ja. Nee, dat niet, hoor. En gelukkig voel ik ook geen druk vanuit mijn verloofde of zo. Nee. Want hij zei van ja. Maar je ziet het nu wel meer voor je als de laatste keer dat ik sprak, denk ik dan. Ja, dat komt omdat... Ik weet niet, misschien is het de tijd van mijn ovulatie of whatever. Dat ik net even wat meer rammelt. Mm. Maar ook omdat ik gewoon zo happy ben met hem. En ja, denk ik, oh, het zou toch zo lief zijn. Maar dan denk ik, nee, even dan gaat mijn logica bij aan. Ja. Dan denk ik, nee, wacht even. Even met beide benen op de grond. Ja. We zien het wel. Ja. Het komt wanneer het mag komen. En als het mag komen. Voorlopig nog niet, hoor. Nou, dat is toch goed. Ik bedoel, ik zou er vooral geen druk op zetten. En ik snap wel het idee van... Omdat je iemand hebt gevonden van... Met jou zou ik het wel ooit willen. Mm-hmm. Dat je er gewoon meer open voor staat. Mm-hmm. Ik heb dat ook wel echt... Zeg maar, ik zou het zo graag willen met mijn vriend. Maar niet nu. Mm-hmm. Maar ik weet wel echt dat ik het heel graag wil. Dus als zou het nu gebeuren... Zou ik het eigenlijk ook geweldig vinden. Mm-hmm. Gewoon als je erover nadenkt... Dan denk je van... Dat is nog te vroeg. Ja. Ja, nee, we willen... Maar jij had dus ook een spiraal. Ja, ik heb met hormonen of zonder? Ik heb echt al 2 keer een Mirena gehad. Oh! En steeds haal ik het eruit. En dan... Ik ben te gevoelig voor alles in het leven. Ik ben echt op zich. Ja. Echt. Ik merk dat ook nu steeds ouder word. Eigenlijk overal ben ik heel erg gevoelig in. Dus... Maar eigenlijk is dat heel goed om gewoon van jezelf te weten. En dan daar dat gewoon te accepteren. Letterlijk mijn darmen, mijn overprikkelheid. Ja. Hormonen. Hormonen. Alles. Ja. Dingen doen me al snel pijn. Ja. Zeg maar, ik ben gewoon echt heel gevoelig.
Ja, maar dan is het toch goed dat je dat van jezelf weet. Ja, klopt. Dus hit workout, nee. Is gewoon te... Is too much. Weet je, een beetje tranquilo, zachter. Ja, ja. Dus ik heb het eruit gehaald. Ook omdat ik het gevoel had dat ik niet echt meer... Ja. Maar wil je dan niet zonder hormonen proberen? Ik heb bijvoorbeeld zonder hormonen. Ja, dat kan ik niet doen. Want ik heb geen schattige menstruatie van mezelf. Hè? Oh. Nee, ik ben dan echt bang dat ik 24/7 ongesteld ben. Ja. Dus dat wou ik niet. Dat heeft zelfs de dokter afgeraden aan mij. En toen had ik dus Mirena. Ik heb hem nu sinds een paar maanden eruit. Ook een beetje met het oog op... Misschien gaat mijn huid weer wat rustiger worden. Ja, ik wou net zeggen. Maar ik ben natuurlijk weer van hormonen naar zonder. Dus het is ook wel weer een schommeling. Ja, misschien moet het even weer allemaal recht trekken. En dan... Precies, dat hoop ik echt een beetje. Dus ik wil echt een hele lange tijd in ieder geval echt niks. Ja. Nee, maar dat gaat prima hoor. Ik ben eigenlijk wel heel blij dat hij eruit is. Ja. Ja. Ik heb ook eerst Mirena gehad. En het voelde gewoon niet goed. Of zo. Nee. Het voelde gewoon, ik dacht... Het klopt gewoon niet. Nee. En ik heb dat ook gehad met de pil. Mm-hmm. Ik was op de pil echt al gestopt toen ik 18 was of zo. Mm-hmm. Van mijn 25 tot mijn 18 had ik dat gehad. En ik vond het echt 3 vreselijke jaren. Mm-hmm. Toen heb ik een tijdje niks gehad. Toen kreeg ik een vriendje. Toen had ik dus die spiraal laten zetten. Nou, vond ik ook niks. Toen had ik hem weer uitgehaald. En nu eigenlijk sinds met Stan, mijn vriend, nu heb ik gewoon die koperspiraal. Mm-hmm. En ja, ik vind het echt... Ja, ik vind het voor mezelf heel fijn. Ik heb wel inderdaad wel... Ik ben wel een week ongesteld. Mm-hmm. Maar op zich is het wel gewoon... Ja, je leert ermee leven. Het is gewoon net zoals voordat je überhaupt aan anticonceptie had. Ja, je bent gewoon ongesteld. En ja, ja. Ja, je bent het. Ja. Mm-hmm. Maar het is wel gewoon... Bearable, zeg maar. Ik kan gewoon leven. Ik kan gewoon de dag door. Zeg maar, het is niet dat ik helemaal plat lig op bed. Of weet je wel. Dus voor mij is het gewoon prima. Precies. Ja, dat is dan anders inderdaad. Want ik kan best wel vrij heftige... Nou, ik moet zeggen, ze zijn minder geworden, mijn menstruaties. Misschien door al die spiraal in en uit en weet ik veel wat allemaal. Maar ik kon wel echt flink veel last hebben. En echt tense hoeveelheden ook. Dus daarom dacht ik ook van, ja, weet je, zo'n koperspiraal, dat is echt niet voor mij weggelegd. Nee, het zou echt nog erger kunnen worden. En dat is een feit. Ja. Ja, ik was vroeger had ik het dus ook heel erg. Daardoor ben ik überhaupt ooit aan de pil gegaan. Want ik viel gewoon flauw van de pijn. Oh, wauw. Ja, ik was gewoon op school gewoon een keer flauw gevallen. Want toen durfde ik nog niet echt te zeggen van ik heb zoveel pijn. Weet je, dus ik ging gewoon door. Toen kwam een vriendinnetje me tegen en zei, Sarah, gaat het wel? Want ik was helemaal wit, lijkt wit. En zo, nee. En toen lag ik echt zo op de grond. Wat erg. Toen werd ik echt zo daar bij de EHBO wakker van. Maar dat is echt niet normaal. Hè? Nee. Ik gewoon zoveel pijn had dat mijn lichaam dacht gewoon, shut up. Gewoon, we kunnen het niet meer aan. Maar heb je niet ooit over nagedacht of jij, wacht, het is echt een moeilijk woord. Edomentrose of zo? Heb je toch zo'n aandoening waarbij je dus extreme pijn hebt tijdens... Ja, toen ging ik dus aan de pil en aan die koperspiraal, of die andere spiraal. En nu heb ik dus die koperspiraal, dus heb je dus weer ongesteld. Maar heb ik dat dus niet meer. Oh, wauw. Oh, dat is wel goed. Dat is wel fijn. Ik moet wel zeggen, toen ik jonger was, was het erger? Was het echt, die pijn was echt unbearable. Ja, ik lag echt te huilen in mijn bed. Ja. En misschien wen je daar ook wel aan, als vrouw. Ja, wat erg, hè. Maar ja, we hebben wel, wat dat betreft, wel hoog pijngrens. Ja. Omdat wij heel vaak iets van pijn hebben. Want je hebben. Ziet ook mannen als ze het een keer doen. Ja. Dan gaan ze gewoon... Nou ja, dat was ik dus ook toen ik een tiener was. Zeg, mijn moeder moest mij met mijn ademhalingen doen. Dat ik weer op adem kwam. Omdat ik gewoon helemaal gek werd. Omdat ik zoveel pijn had. Ja, en dat is ook wel grappig, hè. Want als hij laatst had mijn vriend dan buikpijn ineens. Ja. Ik vond hem zo gassy. Ja. Dat ik dacht, waar zei jij? Hou eens je mond. Gassy? Ja. Ja, oh, ik heb zo vaak te veel gegeten, weet je? Ja, echt. Hou je bek. Hou je bek. Maar sowieso denk ik echt, als mannen ziek zijn, is echt de mannengriep. Zo. Echt de menflu. Zo. En denk ik echt, schat, je weet helemaal half niet wat ik elke maand moet doorzaden. Hoe kut ik me wel eens voel. Maar ik ga ook gewoon door. Ja, maar wij zijn het inderdaad gewend. Ja. En wij moeten daardoor ook veel meer pikken. Omdat je met pijn gewoon je routine moet gaan... Het is weer gewoon een dag. Ja. En je moet maar door. Maar ik luister nu ook wel echt naar mezelf. Zeg maar eerst kon ik dan heel schuldig voelen van als ik bijvoorbeeld een dag niet productief was. Of soms heb ik een dag, het lukt niet. Mm. Niks komt eruit. Niks lukt. Of, en nu denk ik, het lukt niet. It's fine. We laten het er gewoon even zijn. En ga maar gewoon even iets anders doen. Of niks. Yeah. Of it's good. Zeg maar, want als je het nu gaat forceren, ga je het en niet leuk vinden. Mm. En ga je het eindresultaat kut vinden. Dan even niet. Ja. Weet je al? En dan is het mij zo. Ja, dat 1000%. Echt zo, dat zei het neertje van mij, zegt van nu je steeds ouder wordt, denk je steeds maar, my mom was right, weet je wel. En haar moeder zei dus altijd, als je het even niet meer weet, dan moet je dus helemaal niks doen. Ja, nee, is zo. Je moet ook even je brein weer, die moet ook even bijbenen wat er allemaal is gebeurd. Als je gewoon niet meer weet wat je moet doen, moet je helemaal niks doen. Helemaal niks. Even ontprikkelen. Ja. Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij... Ik denk dat ook. Dat wij een eind aan kunnen breien, want...
Echt. Het was heerlijk. Zo lekker. Ik heb nu echt zin om een dutje te doen. Ik ook. Oh. We hebben weer zo hard gewerkt. Ja, zo druk gehad. Ja. Nee, het was echt heel gezellig. Bedankt voor de leuke video. Check nog zeker even de video van Christina natuurlijk. Als je wil weten hoe we dit hebben gemaakt. En dat wil je. Dat wil je. Ja. Ja, trust me. Maar you can also trust her. Nou, heel erg fijn. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Yes, I'll be on my way now. You just give me a...